En maar praten, en maar praten, en maar praten, en maar praten. Het gaat er om, het gaat er allermogend heen. Want de lui die kunnen praten, dat niet laten. Ook al zegt ze meestal niks, geen zin als meer. Ja, dat samen zou ik maar zeggen, wat ik zeggen wil ik zeggen. Ik wil zeggen, dat is echt geen flauwekul. Wat bedoel ik, dat bedoel ik, en dat is het, en dat doet het. Wat ik zeggen wil, het is me toch een spul. Het zal niemand zijn ontgaan, het is oorlog in Europa. Rusland maakt een opmars in Oekraïne en dat gaat gevolgen hebben in veel meer landen. Het houdt de bezoekers van de Wiegense Markt natuurlijk ook bezig. Het houdt me zeker bezig, ja. Ja, de hele dag. Hoe ervaart u dat? Hoe merkt u dat? Nou ja, maar het is het dagelijkse nieuws wat je natuurlijk op de televisie ziet. Ja. En je hoort niet anders, maar het is afschrikwekkende beelden zijn het iedere keer die je ziet. Ja. Dat is een mooie alarm niet hoor. Ik hoop niet dat het hier naartoe komt. Ja, ik vind het verschrikkelijk. Ja. Echt waar. Maar ja, we doen er allemaal niks aan. Ja, ik kan er niks aan doen. Nee. Maar ik kijk er wel naar. Maar u zei, ik kan er niks aan doen. Maar kan Nederland er wat aan doen? Ja. Ik denk dat je eerst... Of Poetin omver gooien. Ja, dat zou iedereen wel willen. Ja. Ja. Nou, ik ben blij dat het niet hier is. Je bent blij dat? Dat het niet hier is. Dat het niet hier is. Ja, ja, maar wij zijn in Nederland en er geen Oekraïne. Ja, had het veel erger dan gewoon ze met die kernbommen liggen te gooien. Ja. Nou, valt het misschien mee, maar ja, het is gewoon. Die Poetin is gewoon een bandiet. Ja. Ja, vind ik heel, heel erg. Ja. Je moet hem in de hoogste boom ophangen. Die Poetin. Poetin. Ja. Ja. Dat is geen man. Nee. Het is vreselijk wat hij daar allemaal doet. Ja. Kleine kindjes. Ja, alles. Ja. Ik vind dat we niet hard genoeg optreden. Hoe bedoel je dat? Die man, dat monster wat in Rusland zit, wat is een monster, die man. Ja. Voordat hij met die tanks over die grens bij Oekraïne was gisteren, had iedereen al in moeten grijpen. Als Nederland zijnde? Of iedereen, alle landen, NATO, NAVO, alles bij elkaar, ingrijpen, meteen halt toe roepen. Maar dan heb je een wereldoorlog. Wat hebben we nu dan? Ja, volgens mij geven we daar allemaal hetzelfde antwoord op. Het is natuurlijk vreselijk wat daar gebeurt. Hè? Ze lopen allemaal te slapen hier. Ja. Ze lopen allemaal te slapen. Meteen in te grijpen. Gewoon de NAVO in te grijpen. Klaar. En niet meer, niet minder. Nee. Want dat monster gaat gewoon door daar. Ja. En al die mensen zijn bang voor dat monster. He, mensen van 94 die protesteren, die oorlog worden opgebost. Die weert op zijn kop. Ja. Ik gebruik het ook wel, net voor die gemeenteraadsverkiezingen. Jongens, dat we ons weer bewust zijn dat we hier in een democratie leven. En dat we in die rijkdom van een democratie leven. En meteen een oproep voor iedereen. Ga alsjeblieft stemmen. En het mooie is ook wel met de Oekraïne, hoe gemeenschappelijk we nou optreden. Nee, maar bent u nog erg bang voor? Ik ben er bang voor. Waarvoor dan precies? Nou, misschien dat we de wereldoorlog krijgen. Toch wel? Ja. Ja. Dat zo doorgaat. Maar het is nogal vrij ver hier vandaan natuurlijk. Ja, het is hier ver vandaan, maar ja. Wie weet maar van niks. Hè? Nee, ik verwacht het niet, maar ja, zeg nooit nooit. Nou, je houdt je hart vast. Ik hou mijn hart ook vast. Want we zijn natuurlijk ook door het leveren van wapens, noem maar op, langzamerhand als NAVO al een partner geworden ten opzichte van Rusland. En nou ja, je weet hoe Poetin reageert. Ik hou mijn hart vast. Ja, als zij ook nog doorgaan naar Estland en Litouwen, dan is dat NATO-gebied. Ja. Dan krijgen we een derde wereldoorlog. Moeten we niet aan denken. Ja, ben ik bang voor. Ja. Ja? Ja. Ik hoop niet dat het zover komt. Nee. Want dan is het hek van de dam. Ja. Ja. Wat vindt u van die Poetin eigenlijk? Ja, wat vind ik hem? Een vreselijke man. Ja. Ja. Hij zou wel goed onderdak hebben zelf. Oh, je hebt geld zat, ja. 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 Die moeten ze gelijk elimineren. Ja. Zo snel mogelijk. En het liefst door zijn eigen mensen? En het liefst door zijn eigen mensen, ja. 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 Ik heb begrepen dat daar ook steeds meer opstand komt. Ja, ja, ja. Vanuit die hoek. Dus, Nou, ik hoop dat hij een kogel door zijn kop krijgt. We hopen dat het gauw afgelopen en, is. En door zijn eigen mensen? Ja, dat zou ik nog het liefst hebben. Ik ook. Al was het nu al een minuut. Ja. Ik denk dat ik dat zelf nog wel zou kunnen doen. Ja. Gooi maar eens een bom neer. Schiet maar eens een raket af op het Rode Plein daar. Ja. Kremlin, dan moet je een paar bommen neergooien. Maar eens kijken hoe hard het, dan bindt hij wel in, die mafkees. Ja. Dat is gewoon een monster. Die man is gewoon een monster. Ja. Die is nog erger zielig, die man.
Als ik u nou een telefoongesprek aanbied met Poetin, wat zou je dan zeggen? Dat hij op moet houden. Dat ik hem op zou willen hangen. Wat vuile was. Ja, net. Ja. Inderdaad. Vreselijk. Hij luistert naar niemand. Nee. Doet zijn eigen gangetje. Ja. Een beetje een dictator. Wat hij zelf wil. Ja. Nou, flinke dictator dan. Ja. Oh, verschrikkelijk. Hij doet precies wat hij zelf wil. Ja. Die man is... Die is gek. Die is gek. Ja, even... Mag je bewegen? Ja, vind ik wel, ja. Even trauma opgelopen bij de KGB, hè? Ja. Dus dat komt er nou uit. Ik vind dat kwats.